Ja, in Spanje is het een gebied, in Noord-Spanje. Gebied wat nu ongeveer 1000 hectare is. Een heel mooi gevarieerd natuurgebied. En het gebied, daar zitten ze echt te wachten op paarden om zeg maar natuurlijke begrazing te laten plaatsvinden. Dus de paarden worden er echt ingezet voor het natuurbeheer. Dus deze paarden gaan naar Spanje? Waarschijnlijk wel, ja. Deze paarden die hier in de vankras staan, die gaan die kant op. En wanneer gaat dat gebeuren? Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Dat is van een heleboel dingen afhankelijk, zoals het weer ook. En wat gaat er gebeuren? Op het moment dat dat duidelijk is wanneer we doen, dan komen we natuurlijk mee naar buiten. En dan Wit-Rusland. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, het is een gigantisch groot gebied. Een van de grootste natuurgebieden van Wit-Rusland. Een natuurreservaat ook echt met een hele duidelijke kern van duizenden, tienduizenden hectares. Ook gevarieerd gebied. En ook dat gebied heeft Wit-Rusland aangegeven. Het zou goed zijn om daar met koninkpaarden ook de begrazing aan te vullen. Er lopen al edelherten, er lopen wiesenten. En dat zou een mooie aanvulling voor het gebied zijn, voor de natuur, om daar koninkpaarden in te zetten. En wanneer gaat u de dieren daarheen brengen? Nou, dat zal iets langer duren dan de paarden naar Spanje. Dat hopen we zo snel mogelijk te kunnen doen. Maar het heeft ook vooral te maken met regelgeving over rond quarantaine. De dieren moeten eigenlijk hier in het gebied blijven 30 dagen voordat ze op transport kunnen. En aangezien er nu een periode is dat er veel veulens gaan geboren worden, dat zou dan later in het jaar zijn. Op basis van welke criteria heeft u die twee landen gekozen? Want het zijn qua weersomstandigheden totaal twee verschillende landen. Ja, qua weer wel, qua klimaat wellicht ook. Dat mag duidelijk zijn. Maar het zijn wel gebieden die vergelijkbaar zijn. Grote natuurlijke eenheden waar paarden als vrijlevende dieren kunnen doorgaan. Als het ware. Vergelijkbaar met de Oostvaardersplassen. En hoe gaat u de dieren daarheen brengen? Dat gaat met vrachtwagens. Veetransportwagens. Zoals we het eigenlijk ook met de dieren vanuit het Oostvaardersveld hebben gedaan. Dus met grote vrachtwagens die kant op.